Oh, ik weet nu al wat ik ben vergeten te vertellen net. Mijn Elder Guardian is dood. Dat wilde ik een half uur geleden vertellen. Ik was het vergeten. En toen ging ik even met Don en Lotje ging even Minecraft even babbelen en alles bedrangen, even chillen. Toen wilde ik die berg weghalen alvast. Dus dacht, nou, dan ga ik hem daar ook uithalen. Een railsysteem gemaakt, dat hij eruit kon. Nou, werkt toch allemaal prima. Dus hij eruit. Ik dus die berg weer dichtgooien. Het was de dag. Toen liep er een creeper naast. Creeper 6 boom. Elder Guardian dead. Heel sneu. Je hoorde me ook echt zeggen... Aaah! En Lot had het gezien, want ik was letterlijk mijn scherm aan het delen bij Lot en Don. Ik kan gewoon daar niet heen. Chat! Wat is dit nou? I love life. Joost! Hallo. Joost, kijk nou! Ik heb voor een resub sometime. Ik had er maar eentje nodig. Volgende maand. Oh. Dankjewel Joost voor de 41 maanden. 41 alweer, gast. Dikke poch. Chat, help. Ik kom niet meer buiten. Of boven. Help. Ah, kom op! Alsjeblieft. Ik kom niet meer naar boven. Ik heb geen ziel. Nee, ik heb geen ziel, peperloog. Zie ik ook hier langs. Chat, ik zit vast. Chat, ik zit vast. Oh no. Wat? Links? Nee, dat is links. Waar ben je? Ik zit onder je helm! Ik zit vast, stiefbroer! Wat is er gebeurd? Stepbro! Ik kom niet meer naar boven over ons lava! Stepbro, wat moet ik doen? Maak een pad naar beneden! Vind een pad voor me, ik kom niet eruit! What the fuck? En ik heb ook geen eten meer! Linky? Hallo! Je bent er! Ik zat vast! Ik dacht dat het even. Hey, jij spullen zijn allemaal verbrand, gast. Sorry. Nou, hou je back, netherite is er nog. Dat is net alles wat ik kon pakken, of in ieder geval alles wat ja, er was. Nee, dat is goed. Nee, het is alleen jammer van mijn boog en mijn schep en mijn ex, maar dat heb ik toch alweer. Ik griekst. Sorry. Echt, jongen. Sorry dat ik lach, maar. Kom op. Nee, het is echt. Ik zeg echt. Ik help weer een keer iemand en het is gewoon... Oh, mijn Nokia! Nee! Wat goed. Wat is je Nokia? Mijn Nokia. Ik had een Nokia, mijn telefoon, met mobiel. Oh ja. Mobiel. Daar staan al mijn nummers en mijn simkaart. Oh, dan moet ik een nieuwe nummer. Oh, nieuwe. Geef me een nieuwe nummer, maar binnenkort. Ik dacht even, wacht. Ja, tot nu toe. Ja, ik heb net een rijtje gepakt. En dan ben ik weer weg. Ik had geen eten. Ik kom er eerst maar uit. Ik dacht, nee, dat gaat toch de video niet halen. This made the video. En dit, kinderen, is waarom je nooit de stiefzuster die vast zit moet helpen. Precies. Nou, dankjewel. In ieder geval voor je hulp. Hé, hey, geen probleem, hè. Ik help graag. Hé, we bellen. Oh, wacht. Oké. Okay. Oh, wat goed. Oh, kijk. Wee. Hey Link. Hallo. Hallo. Hey. Ik zie groene belletjes om je heen. Wat is er aan de hand? Een beetje ziekies. Ja, neem een... Oh, een rauwe vlees. Vlees lekker, dankjewel. Ja, die vlees is lekker, toch? Ja, vind ik lekker. Ik ben trouwens wel onder de indruk van wat je hier allemaal hebt gedaan, joh. Wat heb je hier allemaal lopen hakken? Ik ben hier maar een groot project bezig, joh. Ja, dit is een groot project. Gigantisch project. Ik ben meerdere kamers aan het maken hier, inderdaad, ja. Meerdere kamers? Ja. Van wat voor kamers, als ik vraag? Ik ga één hint geven, dat is dit. Martelkamers voor water. Waterkamers, ga je dat maken? Oké, ik ga een aquarium maken, oké? Een gigantisch aquarium. Wow, het grootste aquarium van de wereld. Ja, en van België. Ja, dat van België, maar dan kun je letterlijk... Het wordt het grootste aquarium van België. Kijk, dit is momenteel ook al het grootste aquarium van België, zonder vissen. Ja, ik wou net zeggen... Kijk, er zwemt een stukje vlees in. Ja, dat is wel een gigantisch aquarium. Zeg Link, Hey.
Ik heb een cadeau voor je, kijk eens. Oh, maar dan wel te danken, joh. Nou ja, gewoon zomaar. Wij hebben zo onze geschiedenis gehad. En ik dacht, ik kom af en toe een keertje langs en dan geef ik je wat leuks. En dan heb ik twee tip-tap zo. Zorgen. Borsten, ja. Ja, het is wel waar je van houdt, hè. Ik bedoel, hou je van hard of hou je van zacht? Ja, ik hou van hard. Hard is goed. Ja. Wat makkelijker ook. Ik hou het privé. Oh. Wat heb jij voor cools met je vuurtoren ook gedaan? Nou, ik heb letterlijk een vuurtoren gemaakt. Hij werkt alleen maar als het nacht is. Wat cool. Dank je. Ik ben erg onder de indruk. België begint heel mooi te worden. Ja, de bel was al één. Ja, die vuurtoren heb ik ook binnen een dagprekkie. En de barn heb ik dan zelf gemaakt. En we hebben sinds kort ook in het westen hebben we iemand. En dat is Belvin. En die woont er ook. Hij heeft zijn eigen stekje gemaakt. En die gaat ook uiteindelijk wat bouwprekjes doen in België. Dus, zou ik zo vriendelijk mogen zijn om een rondleiding te krijgen? Ja, natuurlijk. Een rondleiding bedoel ik eigenlijk. Ja, prima. Nou, dit is dus aquarium. Ja, heel mooi. Ik ben echt benieuwd hoe dit gaat worden. Dat wordt wel een groot project. Wij hebben hier... Nou, en wat is dit trouwens? Hoe doe je dit met magie? En Toverland is langs geweest, ja. Ik wou net zeggen, dit moet iets van Toverland geweest zijn. Zeker waar. Hier hebben we het pleintje natuurlijk, onder de bel. En hier hebben we onze vissen. Oh, oké. Okay. Oh, hoe heette deze ook alweer? Guardians. Ja, deze heette Beldiums. Nou, en dan hebben we hier in het westen hebben we het stekje van een Belvin. Ik heb dit zelf ook nog... Ja, ik heb dit zelf ook niet helemaal allemaal gezien, maar de belletje hangt er. Ah, wacht! Klein Belgische rotkind. Ja, die zijn vervelend. Is hij thuis? Hij is niet thuis, maar ik heb de sleutel van iedereen, dus ik kan er binnenkomen. Fijn. Hij is in ieder geval nog eventjes bezig geweest. Dat is toch een aanbouw volgens mij. Ja, zeker. Hij is nog niet klaar. Zijn bed staat ook nog buiten. Oh, hè? Nee, zijn bed staat hier. Laurens asielbed. Totdat ik een vast plekje heb. Is het nou een kraakpand geworden? Ja, dat lijkt er wel op inderdaad. Je asielzoekers. Heel vervelend dit. Heb ik nu al last van. Het kan ook een asielzoekerscentra zijn. Sorry? Ook een asielzoekerscentra zijn. Ja. Dat is alleen maar positief. Ja, dat is waar. Ben je nog iemand aan adopteren? Nee, maar ik weet nog wel iemand die een asiel kan gebruiken. Misschien Mahmoud. Oh, alweer? Wordt hij weer hier getroffen? Nee, hij is nu veilig bij Rusland. Is die, of Nieuw-Friesland. Of Nieuw-Friesland. Nieuw-Rusland was die, dacht ik. Oh, is hij nu bij Nieuw-Rusland? Ik heb geen idee. Ik wist wel dat hij bij Rusland zat. Maar is hij altijd bij Nieuw-Rusland zit? Nou, cool. Wist ik niet. Ja, ik weet de stand van zaken niet meer van Rusland eigenlijk, om eerlijk te zijn. Nee, ik weet wel dat er een oorlog dreigt te komen. Dat echt een gigantische rechtszaak zou komen. Maar nog oorlog wist ik niet. Ja, nee, nou, de rechtszaak dat schijnt ook helemaal niet door te gaan. Oeh. Maar daar kan ik niet zo heel veel over kwijt. Maar weet je, ook al zeg ik dit, je hebt het niet van mij. Nee, zeker niet. Nou, als Belgen zijn, moet ik altijd wel... Moet ik dan een kant kiezen? Dat is de vraag altijd. Maar anders ben ik ook zo neutraal. Neutraal zijn is niet leuk. Ik moet een kant kiezen. Ik moet alleen nadenken wie ik kies. Neutraal zijn is hartstikke leuk. Ik bedoel, nou, kijk naar ons. We kijken hoe vrolijk wij altijd zijn. Ja, maar ik hou niet zo van dat vrolijke gebeuren. Ik hou van ellende. Ja, nee, ik ben dat. Ik manage bijna alles van het hele land. Behalve het gedeelte van Melvin. En ik heb een gevoel... Hoeveel inwoners heb je? Twee. Ik en Melvin. En ik krijg je het voor elkaar dat je dat dan niet weet? Ik moet Melvin meer in de gaten houden. Ja, ik denk het ook wel, ja. Want ik wist het helemaal niet, joh. Het is ook niet dat hij echt kilometers van je vandaan woont of zo. Nee. Het is gewoon letterlijk tegenover je de bel. Dus. Nee, zeker waar. Ja, ik ben hier gewoon nog niet geweest. Heb je nog meer inwoners waarvan je niet wist dat ze inwoners waren? Nou, ik moet even kijken anders. Oh, een vintage zombie. Anders doen we even een rondje door je eigen land. Ja. En dan komen we erachter of je nog meer asielzoekers hebt. Ja, precies. Nou, hier hebben we nog het zuiden gedeelte. Daar hebben we Dit is alweer zoiets. Dit is raar, dit. Ja, zo is het Toverland. Zo is het Toverland hier. Hoe kan dit nou, joh? Ik zeg, een lotje komt af en toe wel eens langs. Oh, hey, dank je. Dat was een stuk beter. Ja, toch? Ja, zeker waar. Nou, hier zou dan ook iets komen, maar dat is nog in de making. Oké. Okay. Nog geen behoefte naar. Hier hebben we onze farmers, die ook aan het werk zijn. Deze ken ik wel, persoonlijk. Oh, die gaan die doen al het werk voor jou. Ja, die doen al het werk voor me. Dus ik kan hier in de kist kijken en dan even kijken of ze al wat hebben gedaan. Er zitten een paar worteltjes in. Een paar worteltjes. Even kijken. Oh ja. Die zijn lekker bezig. Dat fixen zij allemaal gewoon. Ja. Dus, cool. Dat is allemaal gaande. En dan hebben we hier de barn waar onder andere dieren zitten. De lama's van Belvin. Die zitten in dit hokje. En dan hebben we hier... ze zijn brood aan elkaar aan het gooien. Gek. En hier gewoon wat villages waarmee we kunnen traden. En ook de bovenverdieping hebben we nog.
En er zijn nog meer villagers. Wat gezellig, joh. Hoe heb je die hier gekregen, die Iron Golem? Ja, die, is er die was er ineens. Dus ik dacht, nou, dan mag je daar ook blijven. Echt? Ja, die was er ineens. Ik dacht, nou, gezellig, leuk. Oké, okay, uniek. Misschien heeft Belvin dat wel gedaan, of misschien de asielzoeker wel. Nou, wie weet. Dus, die hadden we ineens erbij. Het ziet er mooi uit, man. Ik mis alleen een beetje de vloer. Of ligt dat aan mij? Ja, we hebben ook nog geen dak. Nou, in ieder geval, het dak is er wel. Maar het dak is nog niet af, zoals je kan zien aan de buitenkant. Maar waarom begin je dan aan een aquarium als eigenlijk hier nog geen dak op zit, bijvoorbeeld? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind het fijn om aan meerdere projecten te kunnen werken. Nee, je bent een duizendpoot in dat opzicht. Ja. En eigenlijk, de vuurtoren is in principe af. Hij is werkende. Alleen, ik wil uiteindelijk nog een dat je erin kan. Oh, kan je er nog niet in? Nou, je kan erin, je kan naar boven, maar dan stoot je je hoofd uiteindelijk. Je hebt geen trap in de vuurtoren? Nee. We gaan wel modern met de lift beginnen. Even naar kant, schaap, alsjeblieft. Kan natuurlijk ook. Veel leuke dieren heb jij hier. Ja, dank je. We hebben hier wel een lift, zoals je kan zien. Die gaat omhoog. Het gaat wel heel langzaam, hè? Ja, de lift is nog niet heel snel. We moeten nog een sneller systeem installeren. Ah. Maar dan zit je hier en dan, ja, dan hebben we niet veel meer. We hebben geen verdieping. Oh jee. Ik val bijna. Zo kan je ook snel naar beneden. Okay. Ja. Dat is een snelle manier, kijk. Link, ik had een half hartje. Nee, dat lul je. Je bent wel een jokkebrokken. Je bent een jokkebrokken. Ik had een half hartje, Link. Je bent een jokkebrokken. Als ik hier doodging door jou, dan had je een zwaar probleem. Gelukkig is dat niet het geval, dus ik kan wel dreigingen doen, maar dat heeft geen nut. Nee, precies. Ik had een half hartje, Link. Ik heb een heel hartje voor jou. En dan kan je zo vanaf hier, kan je eigenlijk al... Ja, je hoeft niet eens bovenin te zitten. Dan kan je al een heel mooi uitzicht hebben over de bel... En over de barn die we hebben. En over de aankomende aquarium. Maar is het allemaal nog meer Toverland? Nog meer geweest hier. Zie je dat? Aan de rechterkant. Nog meer pilaren. Och ja, inderdaad. Drie vliegende... Ja. Sorry. Dus dat is momenteel België. Ontzettend mooi. Dank je. Ik ben erg onder de indruk. Nou, weet je, het ding is... Je doet dit in je eentje, hè? Ja. Dan heb ik het idee. Ja, behalve dat kleine stukje van Belvin... heb ik alles zelf gedaan, ja. Ja. Maar ben je niet op zoek naar nieuwe inwoners toevallig? Een helpende hand. Ja, dat zal wel fijn zijn. Maar ja, dan is het lastig. Ja, wie ga je kiezen? Waarom kies keurig iemand? Dat is wel lastig. Dan staan ze allemaal in de rij dan al voor je. Nee, Belvin heeft wel een proces door moeten gaan om bij België te komen, ja. Mag ik vragen wat zo'n proces is? Misschien kom ik nog ooit een keer iemand tegen die België wil joinen of een land zoekt. Kan ik die een beetje wegwijzen? Nou, we hebben meerdere processen. Melvin had een heel bijzonder proces, omdat we een beetje soort vrienden van elkaar waren. Dus dan was dat een beetje een idee van... Hey, we voelen elkaar al een beetje, dus dan mag ik sneller bij België komen. Maar ik heb in mijn bel heb ik verschillende opdrachten liggen die... een Belg zou moeten kunnen uitvoeren. En die moeten dan een soort examen doen... om te kijken of je genoeg punten scoort. Dus een toelatingsexamen? Ja, een soort toelatingstest, ja. En wat zijn de eisen? Wat moet je kunnen, zeg maar, als je naar België wilt? Hoe kwam je zo heel snel aan gold? Want gold is heel belangrijk. Dingen voor bellen moet je weten. Hoe kun je heel makkelijk mensen manipuleren? Hoe kan je makkelijk een farm maken? En dat soort dingetjes. Klinkt vrij normaal. Ja, toch? Ik denk dat bijna iedereen daar wel voor in aanmerking komt. Zou jij mensen manipuleren? Nee, ik zei farm maken. Farm maken. Ja, als laatste eigenlijk een farm maken. Ja, nee, oké. Okay. Ja. Dan heb ik dat verkeerd verstaan. Geen probleem. Kan gebeuren. Nou ja, leuk. Misschien de accent misschien een beetje. Oh. Misschien... Dit is normaal hier? Ja, die lopen een beetje vrij rond. Misschien kom ik ooit iemand tegen en dan kan ik hem altijd hierheen sturen. Nou, is helemaal goed. Misschien wel een nieuwe Belg erbij. Nou, dat zou top zijn. Zoals je weet, we zijn een neutraal land. Had ik al gezegd dat wij neutraal waren? We zijn heel neutraal. Hoe is het trouwens, even tussendoor, je hebt natuurlijk ook een relatie gehad met Somalië. Is dat een beetje uitgestorven dan? Of? Mijn relatie met Somalië is nog steeds gewoon in topconditie. Oh, oké. Dat is gewoon... Erben Wennemars op het ijs. Nee, het gaat nog steeds goed. Ja, kijk, bij Somalië, ik ben daar gewoon gebleven een tijdje. En dat was fijn, maar zij gingen steeds meer illegale praktijken uitvoeren. Waar ik me niet in kon vinden. Wat prima is. Ik bedoel, als je illegale praktijken wil uitvoeren, moet je het lekker doen. Maar mij niet gezien. Dus toen ben ik naar Zwitserland verhuisd. En daar ben ik lekker neutraal en legaal bezig. Lekker. Zeg, ik heb wel even een vraagje. Ik ben bezig met een spel ontwikkelen. Oh. Hij wil gewoon een kus. Ja. En dan gaan we weer weg. Ja, ze zijn makkelijk, zijn ze. Ja, joh. Doe je het ook met de dieren? Of, Wat? Nee, niks. Oh. Ik ben bezig met een spel. Ja? En dat spel bestaat uit van gokspel, als het ware. Met een boom en met bladeren. En dan moet je erop staan. En dan wie het als eerste valt, bla, bla, bla. Lang verhaal kort. Ja?
zou je een keertje willen meedoen als dat af is? Het, is, het kost 1 diamond om mee te doen. En als je zeg maar wint, dan win je 5 diamond. Nou, klinkt leuk. En het is een pure gokgame, gokspelletje zeg maar. Je moet geluk hebben en er zit geen skill aan te pas. Het is een soort waiting game. Nou, klinkt leuk. Nou, dan zal ik je informeren wanneer ik dat af heb. Weet je nog wanneer dat af zou hebben? Of, Ik hoop straks nog, maar ik weet niet hoe... Het hoeft niet heel uitgebreid te zijn namelijk. Het is een vrij simpel idee. En desnoods doe ik morgen mee. Maakt niet uit. Ik weet niet wanneer het af heb. Nou, dan informeer me maar als het af is. En dan ook even een kusje van jou. Oh, ja. Maar ik doe dat niet bij dieren. Maar mensen zijn eigenlijk ook een soort dieren als je erover nadenkt, hè? Ja, dat is zeker waar. Wij zijn eigenlijk ook bacteriën. Dat is niet hoe het werkt, volgens mij. Bedankt voor de rondleiding. En geniet van je 2 gold blocks. Komt helemaal goed. Je hebt bijna alles compleet, zie ik. Ja, maar nog belletjes moeten eronder. Nou, fantastisch. Bedankt voor de rondleiding. Bedankt voor je tijd. Ik wens je veel sterkte. En tot snel weer. Ja, ik zat even te kijken of de vuurtoren aanging. Ja, dan moet je dichterbij staan. Dat heeft met deze wereld te maken. De wereld moet je redelijk dichtbij staan om hem te kunnen activeren. Kijk hier. Als je hier staat, dan doet hij het. Oh, wat cool. Nou, leuk hè? Heel cool. Dank je. Nou, bedankt en tot de volgende keer. Nee, tot de volgende keer. Joejoe. Hoi, hoi. Goed, dag.